Ik ga een man bezingen, een onbegrepen held. Hij heeft geen rang of stamboom, en nog minder heeft hij geld. Die man is mijn vader, kijk mij maar eens goed aan. Dan zeg je, dat is het zoontje van onze vuilnisman. Oh, mijn vader is een mooie vuilnisman. Hij pakt altijd van alles, behalve vuilnisman. Zo kwam er een oude juffer, hem Holland achterop. Nou begint je mij, kan ik er nog bij? Ja, spring maar achterop. Heeft mijn pa nooit bekoord. Hij wenst je heil en zegen, gewoon omdat het zo hoort. Maar als je hem geen fooi geeft, vergeet hij zijn beroep. Wat een ander gaf voor de vuilniskar, vind jij dan op de stoep? Want mijn vader is een mooie vuilnisman. Hij pakt altijd van alles, behalve vuilnisman. Kijk nou eens, van wie is die jurk die hier op de vuilnisbak ligt? Van u, mevrouw? Ja. Nou, weer in de goud in de zand trekken. Je mag zo niet in de zaal zitten. Zijn er nog mensen die een groter vuilnisvat willen hebben? Ja, vuur! Ha, de bodem eruit trappen! Laat pracht de mooie juffrouw in een nylon nachtgewaad. Mijn naam is Johan van Beek. Ik ben geboren op het Vaticaan. Dat is een klein stukje binnen te gaan in de Klapeistraat. Tussen Bakker Snelders en groentewinkel Lonen en Nicodado. Dat is de ingang. En ik kwam hier op het Vaticaan. Wij woonden hier op nummer 26. En daar ben ik dus geboren. Mijn broer Deo die was er al, die is in Waspik geboren. Mijn vader die is dus hier achterin naar eerst in de bouw gewerkt hebben en de schroothandel begonnen. Die zette dus dit hier gewoon op eigen beweging aan. Bouwden er enkele schuren om aanvankelijk een moestuin te maken. Maar ja goed, dat is dus anders uitgepakt. Mijn vader die deed liever handelen dan tuinieren. En nou kijk, wij zijn dus hier opgegroeid. Hier, de naam Vaticaan is ontstaan door een bakker die hier gewoond heeft. Die heette De Jong. En die ging altijd een biertje drinken in het Café de Beurs. En dan dronk hij zijn biertje uit hetzelfde glas en dat noemden ze een paus. En omdat hij dus altijd, als je dus naar het café ging, en zei hij, hey, dan komt hij de paus aan. En zo is dus de binnenterrein, is de naam ontstaan Vaticaan. Want ja, want de paus moet dus ook het Vaticaan natuurlijk, hè. Yeah. En ja goed, het is ook maar in de tijd bestek geweest van dat het Vaticaan was van de 25 jaar. Daarna is dat eigenlijk nooit meer geweest natuurlijk, hè. Nee. Dus zo ging dat. Dit was Nicodado, dit was de familie Lonen, dit waren twee nummers, hè. Vergisten wij niet, hè. Dit hier waren de familie Lonen en die liepen helemaal tot achter. En dit was allemaal van de familie Lonen met de groenten. Dit. En dan had ik dus Kappersnelders zitten. Ja. Yes, dat was Kappersnelders. En die had een grote tuin en die achterste stuk, dit achterste stukje, daar woonde de familie Baten. Kijk, en die ging later verhuizen naar de Klapeistraat, waar nou het labyrinth is, zeg maar. Ja, dat is tegenover, zeg maar. Ja, dat was, even, dat was allemaal terrein hier zo, dit was allemaal open. Dat was van een familie Rijntjes, zeg maar, van de Keiweg. En mijn vader die ging dat dus afzetten hier zo. En ja, gewoon uit eigen beweging. En ja, Janus Rijntjes kwam wel eens kijken wat er allemaal gebeurde. En die vroeg aan mijn vader weg gaat doen voor week. Dus pa zegt, ja, ik ga nog een moestuin en een tuinier. Dus ik ga daar een moestuin van maken. Ja. Oh, dat vind ik een goed idee, zei hij. Ja. Dus een week of vijf, zes later kwam hij. Ja, het lag knetterend met de huizen. En Janus zei tegen vader, de kolen groeien goed van week. Ja. Ja. Maar was hij geen eigendom? Nee, hier was geen eigendom, maar dit ook niet. Dat was de huur van vier. De huur? Ja, 4 euro in de week. Of 4 gulden in de week. 4 gulden in de week. Ja. Ja. Hier woonde de familie Roelen. Dan kreeg de familie Aerts. Dan kreeg de familie Van Moog. De familie Gorissen. De familie Van Beek. En de familie Smits.
En een dochter van, familie, van de familie Smets, die woonde hier in die bus, een dochter. En die was getrouwd met Chris Willemen. En die woonden in de bus. Nou, en die zijn er, kijk, en die gingen al weg. Toen was ik nog maar 5 jaar, hè? Dat kan ik me nog herinneren. Kijk, en hier woonden vroeger, voordat de loontje neer woonde er de familie Trommelen. En die immigreerden naar Canada. Toen was ik 4 jaar. Oh, ja. Dus die woonden dus hier zo. En dit was dan de opslag van de groente. En hier woonde de familie Snelders, dat was de kapper Snelders. Hier zo. Nou, dat was de tuin. En dan kreeg hij het Meesterstraatje. Hier ging er nog een stuk tussenin. Zeg het Meesterstraatje. Het Meesterstraatje was dit, ja. Wij noemen het altijd het Meesterstraatje. Kijk, dit is de loods, hier zo. Naast Loning en tussen Snelders in, de kapper, zat nog een trein. Later heeft hij Joris gehuurd om opslag voor goederen. En daarvoor was het een sigarenfabriek. Maar dat weet ik dus niet meer, hoor. Ik heb daar alleen maar van horen zeggen. Want dan was ik 3, 4 jaar toen er aan mee stopte. Die hadden een sigarenwinkeltje op de markt. Ja. Oh. En die was er eigenaar van. Dat was Dag Baten of zo, hè? Baten was dat. Ja, Baten ook. Ja. En daar zat hier dan ook precies tussenin. Kijk, en hier zat de bakkerij Snelders. Hier zo. En daar ging er dus hierin. En daar tussenin hadden we de ingang van het Vaticaan, hè? Dus tussen Nico Dado. En snel was het muurtje hier zo, en dat ging allemaal net mee met mijn vader met de kar. Maar dan kwam hij met paard de kar aan. En daar zat ik 3 meter hoge tas en dat ging er allemaal maar zo doorheen. Dat is een idee, ja. Ja, dus Nico, als Nico in de kamer stond hier zo over de ranken, dan woog je wel weg natuurlijk. Ik kon weer de kar door de ramen. Nou, en dan gingen we dat hier, ging de poort in en dan gingen we dat hier lossen. Hè, met de kinderen erop geklaut en dat weet ik wel. Hè. Nou, dit was de bakkerij, was Snelders. Kijk, en dan liep het door de bakkerij, dan ging er zo achter het huis door. En daar stond neer de bakfietsje gestationeerd en die hier zo. En ze deden met de bakfietsje wat brood ombrengen. Kijk, en dan gingen ze hier de bakkerij in en dan gingen wij ook hier in. Tenminste, ik ben dat maar enkele keer gedaan, dus Deo deed dat iedere zondag, want die was in de schietclub. Oh ja, die was bij Koopaat. Oh. Ja, die had hier een schietclub. En dat was Hans Snijders, de zoon van de bakker, die was daar de voorzitter van en die regelde dat. En dat was ons Deo kon goed schieten, hè. Die verschillende keren koningsschutter geweest. En dit is de muur van Villa Verschuren. Hier zo. En dan, wij waren dus hier altijd aan het spullen. En dan klommen wij over die muur heen. En dan gingen we in die tuin, die was natuurlijk tot aan de keilweg. Ja. En toen woonde er nog die weduwe Verschuren in. Ja. En die zat ons achterna altijd natuurlijk. Hè. Maar dat was niet zo grappig. Dus, dat vond we leuk. Ja, dat was wel leuk. En dan gingen we dus, tussen eruit ging. Ja, toen gingen we natuurlijk in Villa Verschuren, dat was van ons. Ja, we schouwden daar gelijk al af van ons als het niet leeg was. Ja. En dan klauterden we in. Dat was van Michiels. Toen hadden we een klein winkeltje naast Villa Verschuren. Die zaten hier. Ik ben hier een klein stukje tussen vergeten te zetten. Het was een hele lange tuin. En toen woonde de familie Michielsen. En die hadden een kledingzaakje op de keiweg naast de Villa Verschuren. Ja. En daarnaast treden dus nog een stukje van de familie van, ja, schoonzoon heette dan van Goh. En die hadden hier keten achter in 2 keten in thuis staan. Die waren timmerman. Maar daar liepen wij altijd mee een boog omheen, want daar waren ze bang in de dorp van. Hoor. Die als je die buikkuif had, die pakt nog niet, die gooit nog zo 3 meter weg. Hè? Kijk. Ja, die keken niet zo nauw. Hoor. Maar we hebben het allemaal goed opgeslagen, hè? Ja, ik heb daar altijd tot mijn 11 jaar gewoond. En wij hadden daar een groepje met ik en ons deel, Kees en Nico weliswaar, maar Nico aan. Van arts, die was wel bang aangelegd, dus die was er altijd niet bij. Dus kijk, en wij waren dan de drie musketiers, kon ik maar zeggen, die daar. Mijn vader die deed veel, dus die had daar. Kijk, die zette dat af, wij waren kinderen. Ja. Wij dachten, het is allemaal van ons vader. Hè? Toen wisten we nog niet dat het verrijdjes was, dus wij gingen het beschermen. Ja. Dus daar zit maar komt geen man meer door hier, hoor. Dat mag niet van het spa. Ja, we hebben toch best een hele leuke tijd gehad, hoor. Want mijn vader bracht zich van alles mee en die loste dat hier. En ik had er kwaad genoeg natuurlijk, want we konden hier maar. Dit waren overigens de schuurtjes wat de toiletten waren, de wc's, een oude play. Drooglijnen. Kijk, hier de bus, daar, ik zeg het net wat ik al zei, daar woonde de familie Willem. Dat was een dochter van Wout Smits die hier woonde. Die heeft eerst hier gewoond. Maar goed, die is later weer verhuisd en tussen dan toe gegaan. Nou, hier woonde de familie Snelders, kapper Snelders. Die hadden een hele mooie grote tuin hier achter. Met kippen en tuinen. En hier
woont de familie Baten in dit achterste stukje. Hier zo. Dit stukje is overigens nog geweest van een werkplaatsje geweest van de familie Conquiel. Die is daar in Tassen begonnen. Laatst overgenomen door graanmakers in de Bouwlingstraat. Die woont hier. Dit is het sigarenfabriekje van Baten, die een winkeltje op de markt hadden. Later het opslag van Gorissen. Dat was hier. Joris. Joris, ja. Ik zeg Gorissen, dat was Joris. En daar konden de zoeier van de Klapijstraat in. Zo. Dit is het EK-huis. Met de kleuterschool vroeger. Met de tuin erachter. En hier achterin, hier zo, als je door het Meesterstraatje liep, daar kwam er zo hier zo. Daar woonde de familie Valk van Poppo en Meeuwis. Die woonden hier in deze huisjes. En die hadden ook allemaal nog tuintjes. En de familie Prinsen, die woonden hier ook. Die woonden hier in het eerste uur, dacht ik. Nou, en hier tegenover stond de levensschool. Niet onder mijn kennis te zien, maar die was er wel. Zien we nu de levensschool? De levensschool, ja. Daar konden naartoe als je dus met 14 jaar ja, niet meer op school zat, dan moest je wel werken. Ja, een beetje leerplicht wel daar, hè? Ja, we konden nog een dag nodig. Het was niet verplicht, je kon er zelf voor kiezen. Dus als ik, er waren jongens die het niet wouden. Maar ik vond het leuk, dus... dan heb ik het ongeveer wel uitgelegd waar die erop staat. Hè? Hier, dit is de bakkerij trouwens van op de winkel Versnellers, de bakkerswinkel in de Klapijstraat. Hier achter de bakkerij met de schietclub van Poepatria. Dus, en dan dit is de muur van Villa Verschuren. Ja, kijk nog iets over het sociale leven van ons hier in de hier zo. Die kenden dus ons allemaal, want mijn vader die had er ook klanten tussen zitten waar ze rommel hadden. Dus wat je kan ophalen. Maar haar, als het erop aankwam natuurlijk, waren wij wel van mindere afkomst, hè, hier in de Klapa, in het Vaticaan. Kijk, en daar woonden ook wat mindere wij, die het niet zo nauw namen. Daar de vader van, die kwam nog alle stad op de Klapijstraat fietsen en dan, ja, dat was toch even. Dus dat was het feest hier natuurlijk. Ja. Kijk, en wij moesten dan ook naar dezelfde, omdat wij dus in de Klapijstraat woonden, moesten wij in de Sint-Jansschool, op school in de achterwaar nu de Bussel is. En ja, daar kwam de als eerste bij juffrouw Gene terecht en die, toen ik er in de eerste klas kwam, was ze al 60 geweest. En die was gewend altijd toch wel de middenstand te leren. En ja, kijk, toen ik als eerste in de klas kwam, kreeg ik een plekje voorin. Maar nog een week dus erachter kwam dat ik dan toch in de Klapijstraat op nummer 26 woonde, in het Vaticaan, werd ik gelijk naar de achterste bank verplaatst natuurlijk, hè, want ja, er waren toch wel wat minder. Dus niet dat ik ze minder kon leren, want ik heb er nooit geen moeite gehad mee leren, maar goed, dat was gewoon klasseverschil, hè? Ja, dat was klasseverschil. En als we de klok moesten leren en ik kon hem, dan mocht ik dus geen antwoord geven, want zo werkte dat bij al de kinderen van het Vaticaan. Ja. Kwam tegen in de tweede klas bij meester Frans terecht, al een jonge vent. Nou, dat was een verademing, want die was gewoon hartstikke aardig en lief en die had er niks mee. Dus dat was gelukkig maar een jaar. Het is ooit wel geweest in het verleden dat veel langer duurde dan in die klasse. Maar toen, ik zat nog maar een jaar, ik ging uit de eerste klas uit. En toen werd de juffrouw al met geen gestaan met pensioen. Dus ik had beter een jaar later kunnen kopen dan als je niet gaat. Maar goed, dit is het verhaal over het Vaticaan. Je bent sociale gebeuren. Mooie vuilnisman, hij pakt altijd van alles, behalve vuilnisman. Ziet u soms naast uw emmer iets rimpelig en klein? Toe gooi het er alsjeblieft niet in, want het kan me pijn.